paleis wordt gewekt door een klok van de Notre-Dame. De visser ontwaakt en de bakker vertrekt door een klok van de Notre-Dame. Er zijn klokken zo luid als de donder. Er zijn klokken zo zacht als een vlam. Elk deel van de dag wordt bepaald door een slag van een klok. Een klok van de Notre-Dame. Luister eens, en klinkt het niet mooi? Zoveel verschillende klanken en zoveel sfeer. En al lijkt het zo, die klokken zingen niet uit zichzelf. Oh nee? Nee, slimmerik. Want daar, hoog, hoog in die donkere klokkentoren, woont de geheimzinnige klokkenluider. Wie is dat schepsel? Wie? Wat is hij? Hoe is hij daar gekomen? Hoe? Stil! Au. Clopin vertelt je trieste verhaal. Het verhaal van een man en een monster. Diep in de nacht, op een donkere kade, nabij de Notre-Dame. Hou het kind stil, ze kunnen ons horen. Stil maar, kleintje. De zigeuners werden verraden, daarbij de Notre-Dame. Vier florijn voor de boodschap naar Parijs. Het is een val voor dit viertal zigeuners. Iemand wilde dat niemand ontkwam. Het was iemand met klauwen zo koud en zo grauw als een klok. Het is echt een klok. Een klok van de Notre-Dame. Rechter Frollo wou de stad verlossen van het kwaad. Hij verdreef de zonde, maar zag niet zijn eigen haat. Breng dit gespuis maar naar het paleis van justitie. Hé, hey, hey, wat heb je daar? Gestolen goed natuurlijk. Neem het haar af. Maar dan... Bisschop. Dit is een duivelse demon. Ik stuur het terug naar de hel waar het behoort. Jij doet onschuldigen, haat overwint op de trap van de Notre-Dame. Ik sta in het recht. Wie vlucht wordt vervolgd. Kleef aan jouw hand straks op bloed van een kind op de trap van de Notre-Dame. Mij treft geen blaam. Jij hebt blijkbaar geen enkel geweten dat je haar zo het leven benam. Kijk in godsnaam omhoog, niet ontsnapt aan het oog van de kerk. Het als die hoog van de Notre-Dame. Wat was dit voor vreemd gevoel dat Frollo overviel? Het was angst, angst voor zijn onsterfelijke ziel. Wat moet ik doen? Zorg voor dit kind. Beschouw het als het jouw. Wat? Ik opgescheept met dit schepsel? Alhoewel, als hij in de kerk kan wonen. In de kerk? Waar? Waar dan ook. Hou hem hier verborgen waar geen mens hem ooit zal zien. De klokkentoren wellicht. En wie weet, misschien komt hij me ooit nog goed van pas. Als u zegt dat ik daarmee mijn zielenrust verdien. Wie weet, misschien. En Frollo gaf het kind een vrede naam. Hij vond het kind maar half af. Quasimodo. Dus los nu het raadsel maar op als je kan. Zingt een klok van de Notre-Dame. Wie is het monster en wie is de man?
de klokken, klokken, klokken.